Ingenieurs, ontwerpers, uh, inhoudelijke elite, dat is een lelijk woord, ja. maar ik, ik ben daar niet zo heel erg uh, op tegen om dat woord te gebruiken. Oude knarren, de 50-plussers, die zullen op moeten gaan staan. En we zullen het moeten gaan doen. Betekent dat een andere politiek? Ja, betekent ook andere politiek. Dat gaat vanzelf gebeuren over een paar maanden. Uh, maar als er een andere politiek is. Gaan we dan oplossingen hebben? Het antwoord is nee. Ik ben bang dat er weer een jaar lang geformeerd gaat worden. Of er een nieuwe politiek gaat komen. We hebben natuurlijk eerst nog de, de Eerste ja. Kamer. Maar, uh, en ik kan wel zeggen, het moet van bottom-up. Hoe dan? Dus ik hoop dat wij uh, uh, inhoudelijke visioneer... Dat de, 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 krachten, de krachten gebundeld kunnen worden. Dat, we, dat ja. de mensen die dit zien... de mensen die ons landje mooi willen houden... dat die de krachten gaan bundelen. Ik weet dat het heel vaag is... Hm. Maar ik denk dat dat moet gaan gebeuren. Ik zit hier, ik, 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 dat verhaal moet verteld worden.